Je weet hoe laat het is, hè? Ik ga weg. Ik doe niet mee. Wacht nou even. Waar ben je precies zo bang voor? Voor Mommy Longlegs. Mommy Longlegs, dat valt toch best wel mee? Hup, die heeft gelijk. Ja, Mommy Longlegs is één. Jongens, wacht nou. Dit komt goed. Ik moet dit doen. Dat is niet waar. Oké, ik wil dit doen. Oké, doe het wel zonder jullie. YouTube toets. Like sneller dan dat ik Huggy Wuggy een box geef. Ik doe nog steeds niet mee. Ik weet het. En oh ja, dit spel kan spannend zijn. Dus dan weet je dat. Het lijkt wel 100 jaar geleden dat ik hier stond om Poppy Playtime te bevrijden. En nu zijn we terug. Dude, ik heb me hier zo op verheugd. En ik heb hier heel veel schone onderbroeken voor klaargelegd. Oh, hier kunnen we niet door. Gelukkig is er een deur. Die langzaam open gaat. Op de muur zien we Bran. Op de muur zien we Huggy Wuggy. En een hele lange gang. Met een rode deur aan het einde. Ik vind het altijd belangrijk om even te checken of er geen deuren zijn die toevallig open kunnen. Je weet maar nooit wat je erachter vindt. Dude, wat staat daar? Elliot Ludwig. Dat is waar ook. Elliot Ludwig is de founder. Dus eigenlijk de maker van de Poppy Playtime fabriek. Oh, snap. Oké, hier kan ik niet doorheen. Dus waarschijnlijk is deze deur... dat dacht ik al. Moeten we deze kant op? Oh. Oh my gosh. Dude, no way. Wacht, volgens mij moet ik... Dude, dit is zo epic. Ik voel me een acrobaat. Alleen dan met kippenvel. Die ieder moment kan huilen en wegrennen. Gast, dit heb ik nog nooit eerder gezien. Het is letterlijk... Does someone need a hug? Het is een Huggy Wuggy knop. Give me a big squeeze. Oeh, volgens mij moeten we hierheen. Oké, het laatste wat we natuurlijk hebben gezien in chapter 1... is dat we Poppy Playtime hebben bevrijd... en dat Huggy Wuggy naar beneden is gevallen. Of eigenlijk is gegooid door ons... Oh snap, we hebben een sleutel met een roos erop. Volgens mij heeft dat iets te maken met de rode deur die we net zagen. En natuurlijk hebben we de trailer gezien van chapter 2, waar Mommy Longlegs deel van uitmaakte. De reden waarom Huggy Wuggy en Kissy Missy niets met deze video te maken willen hebben. Is de rode sleutel inderdaad voor de rode deur? Het antwoord is ja. Dude, dit is letterlijk het kantoor van de maker van de Poppy Playtime fabriek. En dit hier is waarschijnlijk een nieuw karakter. Oké, we hebben hier Cat, Bee en wat hebben we nog meer? Allemaal tekeningen van Huggy Wuggy. Hier hebben we Candy Cat. Dit is zo creepy. En dat is letterlijk een tekening van hoe de fabriek eruit heeft gezien. Hier, deze ventilatieschacht is open. Oké, wacht even. Dude, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ken je dat? Dat je gewoon zoveel wil zeggen dat er gewoon eigenlijk niks uitkomt? Oké, daar gaan we. We lopen naar beneden. Ik heb zeg maar slechte herinneringen aan de ventilatieschacht. De laatste keer dat ik daar liep, zat er iets blauws achter mij aan. Iets donzigs en engs. Maar volgens mij zijn we deze keer helemaal alleen. Gelukkig maar. Oh, dude, wat moeten we doen? Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Oh, oké, wacht. Dit is de eerste keer dat we Poppy Playtime letterlijk zien bewegen. En ze wil dat wij de power aanzetten. Oké, daar kunnen we er denk ik wel mee helpen. Dan gaan we langs deze paal heen. Oh, hier achter Huggy Wuggy. I wanted to thank you for freeing me. Oh. I was stuck in there for so long. Graag gedaan. Thank you. Geen probleem. I'd like to pay you back. Oké. There is a train station nearby. Ah, kijk. Volgens mij kunnen we... Oké, dus voor alle duidelijkheid, Poppy heeft ons net bedankt dat we haar hebben gered. Dus het laatste wat we hebben gedaan in chapter 1. Poppy is goed, right? Ik bedoel, er is niets aan haar wat ik eng vind op dit moment. Ze komt eigenlijk wel aardig over, alsof ze ons wil helpen. Dat was in chapter 1 een beetje anders. Hey, I'm up here. Oh. I see you. Ik zie jou ook. I should be able to follow you through the fence. Oh, ze gaat ons volgen. Nou, ga je gang. Oké, volgens mij zijn we hier net eerder geweest. Maar nu hebben we natuurlijk de mogelijkheid... om de deur te openen. We hebben namelijk de power aangezet. Dit brengt zoveel oude herinneringen terug. Alleen, het is toch ook weer zo anders dan wat we in chapter 1 hebben gezien. We zijn pas net begonnen natuurlijk. Ik heb geen idee wat ik hoor, maar ik vind het eigenlijk een beetje eng. Oh, dat is zo gaaf. Oké, je merkt nu al dat we de grab pack veel meer gebruiken om onszelf mee te verplaatsen dan in chapter 1. En dat vind ik best wel cool. Oh my gosh, we hebben hier de allereerste poster van Cat Bee. Dat is iets wat we in chapter 1 nog nooit hebben gezien. En er staat op, ik ben een bussige bij. Oké. Oh, dude. Poppy, kijk uit. Straks val je naar beneden daar. Listen. Oké. I'm going to need you to trust me. Huggy had gelijk. Kissy had gelijk. Als je denkt dat ik hier naar beneden ga, ben je gek. Ik ga er vandoor. Maar ik moet Poppy redden. Maar ik wil er vandoor. Maar ik moet Poppy redden. Oké, weet je wat?
Ik moet gewoon doen wat Huggy zou doen. Ik zou rennen voor mijn leven, vriend. Oké, aan jou heb ik niks. Let's go. Come on. Oh. Dude. Wat is dit? Een soort van glijbaan of zo? Oh my gosh, ik zie let... Oh, snap. Oké. Game Station. Volgens mij moeten we daarheen. Oké, we zien hier weer een poster van Huggy Wuggy. Ja, ik wil zeg maar niet te snel door het spel heen rennen. Ik wil een beetje... Ja, genieten is misschien het foute woord. Maar ervaren wat we hier allemaal kunnen zien. Oké, volgens mij moeten we... Oh, wat gebeurt daar nou? Oeh, elke keer als we hiervan naar de paal gaan, is er een soort van hek wat het belemmert. Oké, wacht, dan doen we het anders. Dan gaan we langs deze blauwe buis heen, zodat wanneer we deze kant oplopen, en ik hoop dat dit werkt. Ja, oké, perfect. En dan moeten we nu natuurlijk nog deze hebben. Oké, nu is dat hek daar, dus dan kunnen wij deze kant op. Come on. Oh, snap. Oké, wacht, ik zie dat er iets van elektriciteit deze kant op gaat en... No way. Wat is dit? Oh, snap. Ik vind het altijd zo creepy. Die lange, donkere gangen in de Poppy Playtime fabriek. Maar er zijn nu al een aantal dingen die we weten. Namelijk dat Ludwig de maker is. De basis van de Poppy Playtime fabriek. We hebben zijn kantoor gezien. Oh! Save Poppy. Save Poppy. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Wat? Now, how is that fun? Ze heeft onze hand. Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. Oh my gosh. And if you win all three games, I'll give you the train code. Laat Poppy los. Mommy. Ik ben bang en boos tegelijk. So much fun. Ik ben een stamppot aan emoties. And mommy will get things started. Oh gosh. Oké, okay. Hoe krijgen we deze deur nu open? Want ik heb de verkeerde kleur hand op. Dank je, mommy. Ik bedoel, ik vind je niet lief, maar dat is aardig. Oké, wacht. Dus Poppy Playtime is meegenomen door Mommy Longlegs. En Mommy Longlegs vertelde ons dat Poppy ons een zekere code wil geven van een trein om te ontsnappen. Dus Poppy hoort inderdaad bij ons. Oh my gosh. Oké, wacht. We hebben Mommy, Huggy, Kissy, Poppy, Boogiebot, Candycat. Oh snap. Dat is een nieuw karakter. En dat is een nieuw karakter. En volgens mij heet deze Bunzo Bunny. En deze Dumbo Wumbo. Dude, ik hoop maar dat die karakters goed zijn. Het is overduidelijk ook speelgoed uit de Poppy Playtime fabriek. Oké, let's go. Oh, er staat welkom bij. Bij wat? Oh my gosh, dit is letterlijk het Game Station wat we zagen in de trailer. Wat? Ah! Volgens mij is dat het geluid wat Boogiebot maakt. Alleen, wat probeert hij ons te zeggen? Oh, dude, dit is insane. Dit is dus letterlijk de Game Station waar vroeger kinderen naartoe konden om te spelen met Mommy Longlegs en Mommy Longlegs en Huggy Wuggy. Waarom is Mommy zo gemeen? Ik bedoel, als ik deze tekeningen moet geloven, gemaakt door kinderen vroeger, is ze heel aardig. Er staat hier zelfs, ik hou van Mommy Longlegs. Ik kan me niet voorstellen dat je dat zegt nadat je hebt gezien wat ze net deed, dus... Dude, dit is zo creepy. Hier hebben we ook weer een tekening van Bron. Je bent mijn beste vriend, staat er. Hier weer een tekening van Mommy Longlegs. Ik krijg bijna de indruk alsof het speelgoed uit de Poppy Playtime fabriek vroeger goed en lief was, maar is veranderd door iets of iemand. Een hendel. Welcome to the Game Station. Game Station. I'm Stella. Stella. And we've got three super duper fun games to play. Drie leuke games. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Oeh. Dus er gaat iedere keer een andere kant open. En nu is dat musical memory. En daarna krijgen we waarschijnlijk dit en de... Oh my gosh, oké, dude. Volgens mij wordt dit zometeen ons allereerste spel. En we moeten er in totaal 3 doen. Oké, laten we hier naar beneden gaan. Oh my gosh, ik vind het zo creepy dat we ook nog maar 1 grabpack hand hebben. Normaal ben ik echt gewend om ze alle 2 te kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld deuren te kunnen openen. Wat is dit? Dude, wat is dit? Het lijkt wel een soort van fabriek. Alleen het is mega donker. Wacht, misschien kunnen we deze hendel omhalen. Dude, wacht even. Het lijkt wel alsof hier wat wordt gemaakt of zo. Oké, wacht. We kunnen op deze knoppen drukken.
Oh, wacht even. Volgens mij is de machine kapot. Wacht. Come on. Wacht. Is dit de machine die de Grappack handen maakt? Volgens mij wel. Volgens mij is dit letterlijk de Grappack fabriek. En wordt de verf over de handschoenen gespoten. Oh my gosh. Dit is het moment waarop ik zo lang heb gewacht. Mijn groene Grappack handschoen. En deze werkt dus anders, want volgens mij kan je deze opladen met elektriciteit. En daar vervolgens deuren mee openen. Dit is dus eigenlijk een soort van de geüpgrade variant van de Grappack hand. Oh my gosh. Dan hebben we Bunzo Bonnie. Maar hoe klinkt die? Make a wish. Maak een wens. Nou ja, dat ik hier weg ben misschien. Oh dude, als we deze kamer ingaan, beginnen we met het allereerste Poppy Playtime spel. Gemaakt door Mommy Longlegs. Happy birthday! Maar ik ben niet eens jarig. Als deze video veel likes haalt, upload ik morgen direct deel 2. Want ik ben nu al wel toe aan een pauze. Je kunt nu nog stoppen, het wordt alleen maar enger. Meen je dat serieus? Misschien moet je niet liken. Abonneer en adios.